Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag hebben wij de volgende, de 8e race van het seizoen met Williams. We hebben upgrades, er zijn weer gelukt, 2 upgrades maar liefst. Lopen we weer in, op naar de kwalificatie. Hier de kwalificatie in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Een baantje die mij ligt. We rijden op het niveau 104. En dan zitten we hier in ons eerste rondje. Gaan we hier de laatste bocht door. En dan zetten wij een prima tijd neer. Een 1-6-1. Maar we gaan hier al 5 tot 16e gaan we voor mij hier winnen. We winnen hier 15e. We gaan 16e winnen in de Q1. En gaan we dan door naar Q2. Ja. En zo worden we 8e in Q1. 2 runs. Verschil is heel klein met alles. Dan zetten we, doen we 1 run. Of nee. We doen, dit is onze tweede run die we neerzetten. Eerste run was niet zo goed. Tweede run was wel weer goed. En we gaan weer 15e verbeteren. En dan gaan we start finish. En dan gaan we inderdaad naar P7 volgens mij. P7 inderdaad. Zie je ook hier zo in de standings. Het scheelt maar een 10e, anders wel eruit geknikkerd. En een 1 rondje, want het gaat regenen. En zo hier gaan we naar P6 aan het einde van Q3. En dan starten we op die 6e plek. Met enige die we hebben gebied is Pierre Gasly. Op naar de race. Has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position and Lewis Hamilton completes the front. En zien het dat we als 5e starten door een penalty van Valtteri Bottas die terugvalt naar de 15e plek. En ook Alexander Albon heeft een 10 seconden time of een place grid penalty. Zo gaan we beginnen aan de race als 5e. Start op de soft, gaan naar de medium band. En de lichten zijn uit en we zijn onderweg. En we hebben een redelijke start. Hier een kleine dossier met stappen. En blijven op die 5e plek staan. Je probeert de aansluiting te hebben bij de top 4. Lukt aardig. En hier hebben we een goede exit. En dan de herhaling van de start. We zijn niet echt geweldig weg. Want je ziet ook direct Ricciardo volgens mij. Is dat? Of is dat Hulkenberg die aan de buitenkant zit? In ieder geval weer de beide Renaults. Net als vorige race. Zitten we daar weer. Het was Ricciardo die aan de buitenkant kwam. En wij richting de tweede bocht. Derde bocht officieel. Achter Max Verstappen, onze landgenoot. En dan blijven zitten we hier nog steeds een rondje niet mee heen. En we blijven achter Max Verstappen. Probeer de aansluiting te houden. En Nico Hülkenberg achter ons te houden, de Duitser. Dat lukt aardig, al is het gat wel 2/10 en een seconde naar Verstappen. En hier maken we een klein foutje, waardoor Hülkenberg via de buitenkant langs weer te komen. Wij blijven aan de binnenkant. We geven hem ruimte, we geven hem ruimte. En hij blijft er zitten, hij zit er nog steeds. En dan hier hebben we toch een betere exit. En zijn we alsnog voorbij aan Nico Hülkenberg. Zie je ons wel een beetje glijden. En dit is al een lange run richting
De derde bocht, hier komt Nico Hulkenberg via de buitenkant. En nu is hij er helemaal voorbij. Probeer wij terug te kruisen. Probeer hier op slipstream Nico Hulkenberg in te halen. Weer via de buitenkant. En proberen we eerder in te snijden en de switchback, maar die mislukt, want Hulkenberg heeft een goede exit. En zo vallen we terug naar P6. In de race, in rondje nummer 2. En zijn er al veel gevechten geweest. Vanaf de start eigenlijk, en we zijn dan maar net begonnen. En dan in rondje 3 aangekomen bij de bocht, de bekende bocht van Spielberg. Hier met DRS, hot lap, alles open. En dan gaan we via buiten, we dachten binnenkomen, maar we gaan buitenom. Maar Hulkenberg remt diep in. Zit er nog steeds naast, zit ernaast en blijft ernaast. En Hulkenberg heeft de positie nog steeds. In Oostenrijk kan je inhalen, maar dan moet je ook wel van goede huizen komen. Hier zie je het de gaten, 2/10 en 3/10. Het zijn geen gaten, het is geen verschil. En dan zie je ook achter Perez rijdt Gasly en daarachter Valtteri Bottas. Hier zijn we bijna kwijt. Maken een gigantische fout. Een van de weinige momenten dat wij een fout maken tijdens de race. Hier rondje nummer 4, weer hetzelfde punt. Proberen we hier weer een betere exit te krijgen. We hebben weer een goede exit. We zitten in die slipstream, in de DRS. De Rich Refs overtaken, hier zet het wel uit. Hier remt hij weer laat, proberen we nu wel de switchback move te doen. Mislukt weer, je komt hier een beetje op gras. Weer een heel klein foutje. Maar het valt allemaal wel te overzien. Dan een rondje nummer 6. Zit Valtteri Bottas achter ons en laten we Valtteri Bottas voorbij gaan aan ons. Hier pakken we wel de switchback move. Maar zoals je ziet, we hebben alles uitstaan. Want Bottas houden we niet bij. Dat gaat tijd. Dat gaat tijd kosten als we die gaan ophouden voor ons. Het is belangrijk dat we dus wel voor Perez blijven, want die is wel aan de zijkant, maar hier halen we de bocht. En zitten we op P7 inmiddels, in rondje nummer 6. En moeten we in principe Hulkenberg nog wel kunnen inhalen. Hier zitten we dan in rondje nummer 7 achter Nico Hulkenberg. We kruipen er naartoe. Hulkenberg heeft geen goede exit. Wij wel. Wij hebben een goede exit. Proberen we dan nu weer via de buitenkant. We kijken weer via de buitenkant. Hulkenberg weer de binnenkant. Die remt nu later aan dan ons. En wij hebben weer nu wel de switchback move. En die lukt. Maar Hulkenberg zit er nog steeds naast. Hulkenberg laat hem staan. Hulkenberg laat hem staan. En hier proberen we weer achterlangs te kruisen. Nu lukt het niet. En zo behoudt Hulkenberg zijn 6e plek. En blijven er mooie gevechten. Onze motor is wel een beetje oververhit. Maar dat maakt dus niet uit. Hier weer een gevecht. Een ronde later. Rondje nummer 8. We hebben weer een betere exit. Nu zijn we er voorbij. En gaan we naar de 6e plek. In de race. Hier lijkt Hulkenberg nog een divebom te plaatsen. Maar dat doet hij niet. Nog wel heel dicht achter, probeert hij weer aan de binnenkant te komen. Ja, Hulkenberg geeft nu op hier een kleine touché met Nico Hulkenberg, de Duitser. Een ronde lang gevecht met Renault, net als vorige race. Hier weer Hulkenberg, zit er nu dicht achter. En nu lijkt de switchback move wel goed te zijn. En dan zijn we er ook direct voorbij. Voorbij aan Nico Hulkenberg. Dat rondje pichingen we pitten en hier hebben een ongelooflijk snelle pitstop. 1,8 seconden. Ongelooflijk snel. Je laat de Bottas opnieuw voorbij ons. In rondje nummer 12. En sluiten wij aan op de 6e plek. Achter ons Pierre Gasly en Sergio Perez in gevecht. Voor die 7e positie. Pierre Gasly heeft geen geweldig seizoen. En hier, kleine correctie. Doordat we toen net vroeg op gas gaan op de curb. Ja, rondje nummer 15 zitten we dan inmiddels. Ik zie dit, ja, gat naar Perez en Gasly. En ook wel een gaatje naar Bottas. En dan Lando Norris valt ook nog uit in ronde nummer 16.
Daar de finish niet elke coureur. Dan zitten we inmiddels alweer in de laatste ronde van de race. Ongelooflijk. Gaat hard, gaat snel. En we gaan een ongelooflijk goed resultaat inzetten voor Williams. Charles Leclerc wint de race. In Oostenrijk. Opnieuw wint Charles Leclerc. Voor de tweede keer op rij. En in Frankrijk en in Oostenrijk wint hij de race. En wij gaan over start-finish. Zesde plek en we zijn er natuurlijk heel blij mee. Een zesde plek voor Williams. Ongelooflijk goed resultaat. Hebben we die aansluiting gevonden met de rest, is de vraag. Met het middenveld. Het lijkt van wel. Kubica kan niet mee, maar Kubica is niet snel. We lijken aan te kunnen sluiten bij het middenveld. En die gevechten aan te kunnen gaan voor de punten. En die punten zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen. En als je ook zo hier ziet, we rijden allemaal in de 1-8. Vanaf de nummer 6 tot en met de nummer... hier dan nummer 14. Tot en met de nummer 14 rijdt allemaal in de 1-8. Het zit gewoon heel dicht bij elkaar. Dit is ook een baan waar alles heel dicht bij elkaar komt. De gaten zijn klein, de verschillen zijn klein. Hier zijn we ook punten ingelopen. We zijn opgeschoven naar de 9e positie. En ook constructeur zijn we haast voorbij. Nou mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Natuurlijk een duimpje omhoog. Als je meer video's wil zien. We doen nog een upgrade voor de aerodynamica. Maar ja, doe je belletje aan. Dan krijg je de nieuwsvideo's in je inbox. En ik zeg, joejoe.